Kas van Host Slim. Ik ben Ralf Karsom. En vandaag gaan we het een en ander leren over webhosting en wat je kan met webhosting. En ik heb hier voor ons staan onze nieuwe website van Host Slim. Daar zie je dus een kopje webhosting. Daar zit alles uit te leggen wat je met, niet wat je met webhosting kan doen. Ja, een beetje wel, maar de pakketten die je krijgt en de pakketten die je kan, wel eens kan aanschaffen. Wat eerst wat handig is om te weten van webhosting. Webhosting heb je nodig als je een eigen site wil bouwen. Dus als je een eigen site wil bouwen van je bent zeg maar een bouwvakker of je hebt je eigen webwinkel in biologische producten. Dan heb je webhosting nodig om die website online te krijgen. En wij bieden die toegang aan, plus wij slaan de data op onze servers. Dus jij kan via een programma dat heet FTP, of je kan via een webbuilder die wij aanbieden, kun je eigen site volledig opbouwen uit niets. En die kun je naar onze servers uploaden. En onze servers geven aan van, hey, de data staat hier. En de domeinnaam die je hebt aangeschaft. Dus dan weet iedereen die in een webbrowser intypt van www.biologischeproducten.nl dat die website aan onze servers gekoppeld is en dat de hosting bij ons staat en ook de bits en de bytes en alle data bij ons staat, waardoor de website zoals hier van HostSlim tevoorschijn komt. Dat is in het kort eigenlijk wat webhosting doet en wat wij daarvoor aanbieden. En wat je op moet letten met webhosting is, als jij een website hebt die heel veel klanten heeft of bezoekers heeft, dan zou je beter kunnen kijken naar bijvoorbeeld een VPS. Aangezien webhosting, je hebt wel een aantal beperkingen in dataverkeer, in inputs en outputs, dus hoeveel van de resource van de server je mag gebruiken. Dus als jij, laat zeggen, 10.000 bezoekers per uur hebt, dan is een webhosting pakketje natuurlijk te weinig. Maar als jij net begint en je bent niet zeker hoeveel bezoekers je krijgt of hoeveel je gaat verkopen, dan is webhosting gewoon echt een prima product om mee te beginnen. Je kan op die manier kun je dus klein beginnen. Dus hier webhosting pakket basic. Heb je 5 gig opslag? Nou, dat is voor een kleine webshop of een kleine portfolio. Is dat meer dan genoeg. En vaak heb je ook niet meer dan één database nodig. Dataverkeer is 5000 gigabyte, dus 5 terabyte. Dat is meer dan genoeg dan je voor kleine bezoekersaantallen. Maar als je zegt van ja, ik wil echt een bol.com worden. Ja, dan zou je niet naar webhosting moeten kijken. Dan zou je meer moeten kijken naar een dedicated server. Maar dat komt in het volgende webinar tevoorschijn. Waar je rekening moet houden met webhosting. Je hebt maandelijkse kosten bij webhosting. Daarnaast heb je een domeinnaam nodig. Een domeinnaam koppel je aan onze hosting. En wij zorgen ervoor dat die hosting 24/7 online blijft draaien. Dat is ons werk, dat is ons doel. En dat is wat wij aan onze klanten aanbieden. Dus, als jij een eigen website wil plaatsen, met daarbij je webshop of een e-mailadres en je databases, dan bieden wij het aan. Daarnaast hebben wij ook een hele zware protectie tegen DDoS aanvallen. 1,2 terabyte per seconde kunnen wij tegenhouden. Nou, als je moet kijken, de grootste aanval was 1,5 jaar geleden. Een jaar geleden was ongeveer 150 gigabyte tot 300 gigabyte per seconde uit mijn hoofd. Dus dan zou het kunnen dat je die aanval kunnen wij 4 keer toe zwaarder tegenhouden. Dat is een hele goede protectie die wij daarvoor hebben. Daarnaast heb je natuurlijk alle nieuwste PHP-versies. Dit hoort PHP 7.0 te zijn. Dit wordt hier nog net geüpdate. We bieden alle plugins bieden we aan. We hebben website builders. We gebruiken ook Sitepro als website builders. Dus je kan prima vanuit het niets kun je, je eigen website uploaden. Dus je hebt heel veel partijen die webhosting aanbieden. En die bieden het of heel goedkoop aan of heel duur. Alleen wat wij aanbieden is niet alleen webhosting. Wij bieden ook de managed support aan. Dus dat betekent dat wij jouw volledige website voor jou kunnen beheren, mocht dat nodig zijn. Maar daarnaast heb je ook gewoon een site builder waarmee je gewoon zelf een beetje kan uitzoeken hoe het allemaal werkt. En dat je daar ook heel makkelijk je eigen site mee kan opbouwen. Daarnaast hebben wij een team van 10 mensen klaarstaan om jou te helpen met enige vragen die je hebt. We hebben ook een telefoonverbinding. Dat zie je ook niet bij elke hosting provider, dat je via telefoon ook support kan vragen. Dus nu weet je een beetje wat webhosting doet. Als je nog vragen hebt, reageer alsjeblieft onderaan het filmpje. En dan komen we daar zeker op terug. En de komende filmpjes zullen al gaan over andere producten die we aanbieden. En wat je daarmee kan en waar je op moet letten als je het aanschaft. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.